Jullie Mezeuren, jullie zijn hier vandaag met Bredene in Molenbeek komen spelen. Jullie waren leider. Yes. En na de match ben je nog altijd leider, want je hebt gewonnen. Hoe ging het allemaal? Ja, we begonnen nogal zenuwachtig aan de match. Omdat we ook wel wisten van vandaag is het wel een van de belangrijkste matchen. Zeker omdat we nu op een kantelpunt zitten. Verliezen we de match, springen ze terug over ons. Winnen we de match, dan lopen we verder uit. Dus we kunnen gelukkig in de eerste helft doelpuntje brengen dankzij Machteld. Wat dat ervoor zorgde dat we natuurlijk al wat meer op ons gemakje speelden. En dan in de tweede helft konden we de verlossende 2-0 maken. Nu, het was natuurlijk nog niet gedaan. Je zag duidelijk dat Molenbeek er nog zin in had. Dus die maakte dan uiteindelijk de aansluitingstreffer. Ja. Waardoor dat eigenlijk nog een heel zenuwachtig laatste kwartier was. Ja. Ja. En dan Machteld van den Brugge. Jij bent topschutter. Jij scoorde die belangrijke eerste goal. Jullie winnen hier. Je hebt elke match gescoord dit jaar. Dat is een fantastische prestatie tot nog toe. Hè? Ja, inderdaad. Maar ik heb dat te danken aan mijn ploeg. Ik denk de voorzetjes dat ik kreeg zijn perfect. Vaak moet ik ze er maar in lopen. Dus het is allemaal dankzij mijn ploeg. Ja. Ja, waren jullie nerveus vandaag hier voor de match? Ja, toch wel. Ik heb toch een aantal speelsters gehoord die met stress zaten. Ik denk dat dat wel logisch is. Een beetje gezonde stress voor de match. En dat dat ons ook wel een beetje geholpen heeft om scherp te starten aan de match. Ja, maar jullie waren wel, of jullie zijn tenminste, een veel ervarener ploeg dan dit Molenbeek, denk ik. En dat zag je in de match ook wel. Ja, ik denk dat we de ploeg hebben uitgespeeld puur op onze ervaring en op karakter. Want op het einde werd het nog spannend, maar de ervaring komt dan goed van pas. Ja, en dan jullie opnieuw. Wat is jullie doelstelling met Bredene dit jaar? Want jullie staan nu aan de leiding, 15 punten. Je hebt gewoon tegen Molenbeek Guis, tegen Wolvert en Merchtem, de twee ploegen die verwacht werden daar bovenaan. Wat is jullie doelstelling met deze ploeg? Ja, ik denk zo lang mogelijk op nummer 1 blijven. Ik denk dat we dan ook niet aan de stoelen of banken moeten steken. En wij gaan elke match opnieuw voor de 3 punten. Dus we hopen dat goed door te trekken. Oké, ik dank jullie en proficiat. Dank